die D's? D's. Hoog van mening, de toren. Parmantige mening. Nou, ik vind die test niet goed. Zou dat door de lage luchtdruk komen? Dat er bij deze iets hoogs ontstaat? Ja, zou kunnen. Coutinho vond het onverstandig. Ja. Wat vind jij ervan, van de AIDS-test? Van die test, dat weet ik nog niet. Ik ook. Heb ik nog geen mening over gevormd? Nee, ik weet het nog niet helemaal. Ik ben er nog niet uit. Wat ik wel goed vind, is dat Khomeini eist dat Gorbatsjov de Koran leest. Gewoon bij wijze van algemene ontwikkeling. Vind je? Zwaar. Maar dan moet Khomeini dus de Bijbel lezen en Portnoy's Complaint. En Bush de I Ching. En dan zijn de Man Who Came to Dinner en de Catcher in the Rye verplichte lectuur voor Deng Xiaoping. Ja. He? Dan zou, beide kanten bekijken. Dan zou Thatcher moeten lezen Madame Bovary. Ja. Mitterrand David Copperfield. Ja. Kool Kees de Jonge. En Lubbers Felix Krul. Ja. En u mag bepalen wat u leest, maar de vrijdagkant heeft u nu al 3 keer uit. Dus legt u mee even opzij. En wees welkom bij Cake op de Week. Nummer 18. 18. Ja, laten we nou eerst maar overschakelen naar Harry F. Krielen. Dan hebben we dat tenminste gehad. Vind je niet? Ja, Krielen, kom er maar in. Harry. Hallo, dit is Harry F. Krielen. En eerst nog een welgemeend sorry voor vorige week. Ja, oké, okay, goed hoor. Ja, wat heb je op je leven? Nou, ik sta hier... Nee, laat ik anders beginnen. Wie is er niet gek op schoon ondergoed en elke dag een fris hemd? Maar of dat doorgaat en of wij de volgende week... Oké, Harry, laten wij nou in het vervolg de inleidingen op je reportages doen. Ja. Dan weten de kijkers meteen waar het over gaat. Ja. Lijkt je dat niet het beste? Denk je niet, Harry? Nou, Kees en Wim, ik ben blij dat jullie dat zeggen. Want eerlijk gezegd, met reportages en interviews en zo heb ik geen probleem. Absoluut niet. Maar met zo'n inleiding en zeggen waar iets over gaat, ja, dat valt me niet zo makkelijk. Dus ga je gang. Prima. Nou, okay. Maandag is van oudsher wasdag in Nederland. Dat zal het tot 1992 wel blijven. Dan krijgen we binnen Europa een andere weekdag als wasdag aangewezen. Maar goed, veel Nederlanders doen nog steeds de was de deur uit. Kan dat wel de volgende week? Draaien die wasserijen wel? Dat is afhankelijk van de uitkomst van het CAO-overleg... zoals dat op dit moment binnen het wasserijwezen wordt gevoerd. In het conferentieoord Meijendel is het in. Of all places Wassenaar. Ik kan er ook niks aan doen. En ik vraag Harry F. Krielen. Harry, hoe is het daar? Is er al wat uitgekomen? Hebben ze er wat uitgevoerd? Nou, het is nu 7:30. Ja. En ik geloof dat de beide partijen elkaar nog steeds flink in de mangel hebben. Wat zeg je nou, Harry? Hoe laat heb jij het? 7:30. Het is 8:13, Harry. Ja, ietsjes over 7:30. Nee, het is 8:13. Zie je nou wel. Ja. Ik zeg nog tegen de optische, moet er geen nieuw batterijtje in. Ik heb nee, gaat mijn best niet in. Want begrijp niet dat je op die porten gewoon een effectlopend horloge moet hebben... wat altijd precies gelijk loopt, zodat je niet achter de feiten aanhoudt. Maar daarom geloof ik ook dat de partijen hier nog flink elkaar aan het bakkeleien zijn... en dat ze behoorlijk tobben met werkgevers, werknemers Harry, en hoe moet heb je nou enig idee wanneer er iets concreets te melden valt, hè? Ja, de vergadering stond gepland tot 8:30, dus ik denk dat het nog een klein minuutje duurt. En dan zal er wel een wasje uitdraaien met de nieuwe CAO voor het wasserijwezen. Oké, zie je straks. Dan komen we zo bij je terug. Goed, tot die tijd heb ik misschien nog een raadseltje voor jullie. Weet je wat was voor was? Nee, geen idee. Weet je niet? Zal ik maar zeggen. Ja, graag. Voor was is... Dit was Harry F. Krielen, tot straks. Die heeft hij niet van zichzelf. Oké, stip. Sinds de afgelopen week woensdag, toen deze advertentie verscheen, hebben journalisten van allerhande kranten en actualiteitenrubrieken ons bestookt met de vraag waarom onze namen niet voorkomen op de lijst van meer dan 800 prominente Nederlanders. En wij willen hier graag de volgende verklaring over afleggen. Ja. Als het al 4 jaar geleden door ons bepleite samengaan van het christendom en de islam, de chrislaam, niet van de grond komt, en daar ziet het nu naar uit. En als de Ayatollahs in hun expansie en bekeringsdrift Nederland binnenkort zullen bezetten, dan is de rol van deze Nederlanders uitgespeeld. Zij zullen moeten onderduiken, een andere identiteit aannemen of uitwijken naar Londen. Als de Iraniërs ons land hebben bezet, dan zal het verzet tegen de nieuwe orde anoniem en illegaal moeten worden geleid door onverdachte Nederlanders. Wij van Koten en de Bie zijn bereid die rol op ons te nemen. En omdat de redactie van Cake op de Week niet op de lijst staat, zal het nieuwe bewind ons programma met rust laten. En zo behoudt het verzet een stem.
In het begin zullen wij ons voorzichtigheidshalve beperken tot codeboodschappen, maar gaandeweg zullen wij onze onvrede openlijker betuigen. En om deze taak straks op onze schouders te kunnen nemen, konden en mochten wij niet op deze lijst voorkomen. Dank u wel. Misschien worden we dan wel echte directeuren, Wim, van de nieuwe AVRO. Of hoofden islamitisch amusement. Hele dag plaatjes van de Ramblers. We gaan over naar onze reporter Bulle van Berkel. Bulle. Dit is Bulle van Berkel voor Kijk op de Week. Hi, Bulle. En achter mij ligt het hart van Omroepland. Café-restaurant De Jonge Haan. Het Hilversumse trefpunt van programmamakers en omroepmedewerkers. En onder het genot van menig glaasje zijn hier al tientallen tv-programma's geboren en of gestorven. Ik ga hier binnen straks praten met een deskundige op het terrein van alcoholproblemen. Een man die er zijn beroep van heeft gemaakt om topmensen die te diep in het glaasje hebben gekeken en somtijds over de rand zijn gedonderd, weer op te hijsen, zodat ze maatschappelijk ja, weer bullen, te bullen. Bullen, even, bullen, bullen. Geen reportage bedoel je over alcohol en televisie. Dat is toch een heel bedenkelijk niveau. Dat ene Frits Bom nou zijn hachje probeert te redden door zijn baas van alcoholmisbruik te beschuldigen, dat is al erg genoeg. Dat is borrelpraat, dat bullen. Willen wij in ons programma niet. Staan we boven. Is potdomme nou de zoveelste motie van wantrouwen naar mij toe? Je denkt toch niet dat ik de vuile was van omroepcollega's buiten ga hangen? Nee, maar wat dan? Ik behandel het alcoholprobleem op een internationaal niveau. Oké, nou ja, sorry. Ik dacht... Okay. Kijken wij even naar een tv-journaalfragment van vrijdagavond jongsleden. Ja, is goed. Met veel spanning was afgewacht wat deze man zou zeggen. De invloedrijke democratische senator Sam Nunn. De voorzitter van deze defensiecommissie. Finally, I cannot in good conscience vote to put an individual at the top of the chain of command when his history of excessive drinking is such that he would not be selected to command a missile wing, a SAC bomber squadron, or a Trident missile submarine. Leadership must be established from the top down. Standards must be set from the top down. Kijk wat er nou gebeurt met dat kleine mannetje Tower. Een lachertje. Dat is een hypocriete zaak. Ik bedoel, drankprobleem is altijd een probleem voor mensen die zelf niet drinken. Ja, het probleem voor mensen die drinken, die hebben geen drankprobleem natuurlijk. Nou, ik heb een aardig voorbeeld in dit verband. Een ijzersterk verhaal, een kostelijk verhaal. Toen kwam een maand geleden man. En al mijn topmanager had geborreld en gedaan, gewoon leunjes. Ik bedoel, heel veel zijn drinken. De hele top-economie, die draait toch prima? Die draait prima omdat de drank integrerend bestand heeft. We hebben gewoon een man gegeven, stel Japanner. En miljoenen van Nederland binnengehaald. Die man die gaat niet met de wagen, vind ik sterk. Die gaat niet naar huis met de wagen. Hij zei, neem een taxi. Ik zat te wachten op de taxi. Taxi komt niet. En man moet een drukje. Maar even nee. Dus ik kies een portiek, dus broek naar beneden, een poepje in portiek. Steek er ook nog eens een kaartje in, dat de mensen eventueel volgende dag even bellen. Oh, krijg je een bloemetje of een poepje. Maar komt die man naar buiten, die woont daar met zijn hond uitlaat en die zegt, oh, je bent een kennelijke straat, en we hebben je aanklacht. Nou, man komt bij mij, ik zal een pennetje geven. We mogen nou reclame maken, kijk. Hij komt dus bij ons, van Waardenburg, Kerselius en Vossen. Ik zeg, oké, ik neem die man cliënt. Ik kom voor de zaak, poepje, man, poepje, kennelijke staat, poepje gedaan. Wap, een carrière bijna gebroken. Ik zeg, hé, lachbaar, waar hebben we hem over? In een politiek, een willekeurige politiek, liggen de junks, de spuiten, zilverpapier, naalden. En dat is een maatschappelijk verschijnsel. Moet de topmanager nou een driftige meeting, een klein drukje, zou dat die man... Een belachelijk zaak, geseponeerd. Opgelost, nooit meer wat van gehoord. Fantastisch verhaal, Bob. We nemen er nog één van jezelf. Voor mij en voor die hebben bij onszelf de oude recept. Kijk, ik zal een pennetje geven. Sorry, Bob. Ja, goed, nou moet je luisteren. Ik zou even, eigenlijk vind ik ook dat bij het Sofie-nummer... wat de mensen er ook bij moeten krijgen, kleine moeite voor de computer natuurlijk... een promillagenummer, dus je weet, die man die kan dan dat hebben. Als hij wordt aangehouden, hey, broeder, hallo. Dit kan ik hebben, dus er is niks aan de hand. Dus kaarsrecht kan nog een duikbom, een squad om bommen hebben, begrijp je wel? Niet meer hypocriet over doen, drank is gewoon geïntegreerd. Goeie zaak vind ik ook in dit verband dat confrère van ons... die is al koning alcohol geweest in prins carnaval. Dat is de zoon van koning alcohol in de Heerlen. Dat is een goede zaak, we gewoon begrijpen, alles draait erop. Zou er niet zo lullig over dat over. Oké, okay, Bob, bedankt. Je hebt me fantastisch uit de brand geholpen. Ik zou je een pennetje geven. Als je ik heb een weggevertje. Moet je luisteren. Als jij ooit, zeg ik hier nou tegen jou. Als jij ooit met deze problemen zou krijgen. Even een ringetje. Schering. Bob, fantastisch. Begrijp je? Die hypocrisie moet eruit van die drank en drankprobleem. Drankprobleem is geen probleem. Drankprobleem is alleen probleem, nogmaals, voor mensen die niet drinken.
Oké, Bob, bedankt. Maar talloze mensen die drinken en er is geen enkel probleem. Ik begrijp dit voor een hypocriet gezeik. Mogen wij nog even, Frits, mogen wij zelf, meneer Van Dijk, je schiet niet erg op, zeg. En zo zien we dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. En dat er eigenlijk niet van een alcoholprobleem sprake is. Zolang prima mensen als Bob de Vos van het advocatenkantoor. En de Vos, neem nou even kwijt. De boel een beetje in de picture houden. Zodat we geen brokken maken, want dat kan nooit de bedoeling zijn. Dit was Bulle van Kerkel voor Beek of the Cake. Goedenavond. Hey. Protest vandaag in Leeuwarden. Het culturele leven in de stad zal flink verschralen als het plan doorgaat dat de commissarissen der koningin Wiegel en Vonhoff met hen het kabinet hebben gesmeed. Dan verliest de stad zijn orkest en 3 kunstopleidingen. Leeuwarden is geschokt. De studenten van de 3 kunstopleidingen demonstreerden vanmiddag door de stad. En burgemeester Terloo nam handtekening ontvangst tegen de verhuizing van de opleidingen naar Groningen. De studenten zijn vooral boos op commissaris van de koningin Wiegel. Die heeft ingestemd met een complex voorstel om onderwijs en kunstinstellingen anders over Leeuwarden en Groningen te verdelen. Voor de stad betekent dat een pijnlijke culturele verarming. Want behalve het kunstonderwijs verliest de stad ook het Friesk Orkest. Dat wordt samengevoegd met het Noordelijk Philharmonisch Orkest in Groningen. Maar ook daar zijn veel mensen ongelukkig over wat genoemd wordt de politieke koehandel. Ondanks alles ziet het er naar uit dat Friesland en Groningen het plan voor de verdeling van scholen en kunst zal accepteren. Het zou een serie slepende problemen uit de wereld helpen. Maar voorlopig is het nog even kil in het noorden. Dat was gisteren. Maar sinds vanavond is het niet kil meer in het noorden. Want de vlam is er in de pan geslagen. Als het goed is, heb ik aan de lijn Keek op de Week correspondent Wim Kamerbeek vanuit Roderwolde. Wim, wat is er precies gebeurd? Nou Wim, naar het zicht laat aanzien is er in de beide noordelijke provincies een opstand uitgebroken. Die zich zowel in Friesland als in Groningen richt tegen de tot nu toe regerende commissarissen der koningin, de heren Wiegel en Vonhoff. Het uur was vanavond precies 7:00, toen bestormde een woedende menigte het paleis van de commissaris van de koningin in Leeuwarden. Datzelfde schijnt in Groningen te zijn gebeurd, maar het is heel moeilijk precies informatie te verkrijgen, omdat alle verbindingen met de beide provincies zijn verbroken. Ja, Wim, even. Dat gezamenlijke element in deze revolutie is toch zeer opmerkelijk. Ik dacht dat er juist een grote rivaliteit bestond tussen de 2 provincies. Ja, Wim, dat is wat jullie in de Randstad altijd hebben gedacht. In werkelijkheid groeide er ondergronds een enorme weerstand tegen het bewind van de 2 dikke heren uit Holland, die in het noorden wel even de dienst zouden uitmaken. De Friezen en de Groningers zijn het meer dan zat om geregeerd te worden door 2 geparkeerde ex-VVD-politici. 4 handen op 2 enorme buiken, zoals men hier wel zei. De samenvoeging van Friesk Orkest en Noordelijk Philharmonisch Orkest is dan kennelijk de druppel die de emmer heeft doen overlopen. En Wim, is er iets bekend over het lot van de heren Wiegel en Vonhoff? En naar het schijnt, Wim, heeft de heer Wiegel Friesland te voet moeten verlaten. Een eenheid van de Friske verzetsbeweging heeft Wiegel bij Kornwerder Zand op de afsluitdijk gezet. Maar omdat op de dijk een storm waait met windkracht 8, is het zeer de vraag of de heer Wiegel zich staande kan houden en of hij de overkant bereikt. Ondertussen vergaapt een enorme menigte zich in de ambtswoning van de heer Wiegel aan de meer dan 2000 driedelige krijtstreeppakken die in zijn klerenkasten werden aangetroffen. En Henk, Wim, wat is er met Henk Vonhoff gebeurd? Een poging om Vonhoff te dumpen in het bronnenbad van Nieuweschans mislukte, omdat het water daar te veel zout bevat, zodat de heer Vonhoff steeds weer boven kwam drijven. Het Groningen verzet heeft erger gelukkig kunnen voorkomen en nu zal de commissaris, naar het zich laat aanzien, morgenochtend worden berecht door een volkstribunaal waarvoor momenteel een extra verzwaarde beklaagde bank wordt getimmerd. Wim, tot zover bedankt. Ik hou je op de hoogte, Wim. Graag gedaan. Oké, Wim. Het ANP meldde zojuist dat regeringstroepen onderweg zijn naar het noorden. 1 tankdivisie bevindt zich al boven Assen. En er hebben luchtlandingen plaatsgevonden op vliegveld Eelde. Ja, Noord-Ierland, de Basken, de opstanden in Polen en Estland. De wereld heeft er een nationalistische brandhaard bij. Hoe staat het met de cao-onderhandelingen in het wasserijwezen? We gaan terug naar Harry F. Krielen. Oh ja. Krielen, kom er maar in. Harry. Krielen. Waar zat je nou, Harry? Waar was je nou? Sorry, ik was... Hé? Wat? Even een broodje gaan eten, omdat ik vanaf 1:00 vanmiddag hier sta. Dus ik was flauw als de pieten. Sorry. Hoe verloopt het overleg daar binnen, Harry? Zijn er al resultaten? Nou, volgens mij zijn ze er over de bontewas wel uit.
Ja? Maar gaat het nu voornamelijk over de tariefverhogingen die zullen gaan gelden voor de fijne en de witte was. Harry, en ik denk dat beide partijen elkaar wat dat betreft nog behoorlijk. Wat zijn er dan voor slappe babbels, man? Feiten moeten we hebben, Harry, feiten. De mensen thuis zitten met manden vol vuile was. Kunnen ze die wegbrengen of komen er stakingen? Ze stinken zelf ook een uur in de wind. Ga naar binnen, Harry. Ja, ze zijn nog bezig. Ja, nee, zeg maar dat je voor Keek op de Week komt. Naar binnen. Vraag commentaar. Ga naar binnen. Kom op. Kom op. Naar binnen. Gewoon naar binnen? Naar binnen. Natuurlijk verantwoording als er strol van komt. Ja, onze verantwoording. Oké, hup. Ze zijn al weg. Men is hier weg. Na een dag van hard onderhandelen is men in het wasserijwezen nog waarschijnlijk niet tot een nieuwe cao-overeenkomst genaderd. Er is behoorlijk met vuisten op tafel geslagen en menigeen was het niet eens met menigeen anders, zodat het er naar uitziet dat ik, Harry F. Kriele, morgen althans Harry. Mijn eigen vuile wasje weer gewoon in ja, de bedankt hoor, bedankt. Thuis moet doen. Nee, stop dan maar. Nee, wacht nou even. Laat me nou even dit afmaken. Dit is toch veel interessanter dan straks weer een functionaris in het journaal met een commentaar. Dit is nou achtergrondjournalistiek. Hier laat je beelden spreken. Nou, dan ga ik naar de jonge haan. Daar zit Bullen waarschijnlijk ook al. Ga lekker potje bam zijn met Bullen. Horen wat hij weer van nieuwe vuile was uit Hilversum buiten hangt. Daar. Niks naar de jonge haan, Harry. Nee, je gaat niet naar de jonge haan. Na Van Dis melden op het kantoor. Het is een ramp, we komen nooit meer van hem af. Je raakt hem niet meer kwijt. Het is geen Mondriaan. Karnemelk, thee, ranja, tonic. Had hij maar een alcoholprobleem, Wim. Oh, hè? Daar waren we van hem af. Vanavond in Niet Helemaal Lekker. Aandacht voor een nieuwe, misschien wel de nieuwste moderne ziekte die in een ontstellend tempo om zich heen grijpt en dagelijks duizenden nieuwe slachtoffers eist. En dan heb ik het natuurlijk over meningitis. Dit is de heer Van Dorp. Een ogenblikje. Dit is de heer Van Dorp, die tot aan het moment waarop hij werd getroffen door de nieuwe ziekte een hoge rijksbetrekking bekleedde. Hij doorliep glansrijk het gymnasium, slaagde na 4 jaar cum laude voor zijn rechtenstudie, waarna hij een ambtelijke bliksemcarrière beëlleboogde. Hij leest dagelijks tenminste 4 kranten, luistert elk heel uur naar de radionieuwsdienst en bekijkt alle tv-journaals en nieuwsrubrieken in binnen- en buitenland. Een geïnformeerd man die niet om zijn mening verlegen zou hoeven te zitten. Wat vindt u van de zaak Winnie Mandela? Wat vindt u van de zaak Winnie Mandela? Ja. Ja. Ik weet niet. Ik weet echt niet. En hoe beoordeelt u de situatie in Afghanistan? In Afghanistan? Wat ik daarvan vind? Ja. Ik weet het niet. In een recente enquête werd het Nederlandse volk gevraagd naar de mening over een anonieme AIDS-test. En het resultaat van deze enquête was als volgt. Uit een vandaag gehouden enquête van het bureau Interview blijkt dat 97% van alle Nederlanders voor AIDS-onderzoek is wanneer de onderzochte personen vooraf toestemming hebben gegeven. 2% is daartegen, 1% heeft geen mening. AIDS-onderzoek zonder toestemming, zoals de Gezondheidsraad dus wil, wordt maar door 64% gesteund. 31% is er tegen en 5% heeft er geen mening over. U ziet het. 1% weet niet, 5% weet het niet. Dat betekent dat tussen de 145.000 en 700.000 Nederlanders het niet weten.
meer dan 500.000 landgenoten leidt in meer of mindere mate aan een vorm van meningitis. Dr. Jas, hoe komt dat? Ja, meneer Van Kooten. In eerste instantie door het informatiebombardement. De niet aflatende stroom van nieuwsfeiten zorgt in bepaalde gevallen voor een contusie van de perceptie. Dat leidt weer tot een diminuentie van de reproductieve capaciteit. Ja, en daardoor raakt het meningsvormingscentrum uit balans. Ja, ja. En dan weet men het niet meer. Ja, dan leidt men aan meningitis, waarbij vooral de sociale gevolgen voor de patiënt buitengewoon ingrijpend zijn. Dit is de heer Sluiks. Ook zijn leven leek zo succesvol. Opgeklommen van assistent personeelschef bij een verzekeringsmaatschappij tot een gevreesde headhunter, sloeg ook bij hem van de een op de andere dag de meningitis toe. Nu is hij werkeloos, gescheiden, wanhopig op zoek naar meningen die hij niet meer heeft. En heeft de meningitis in zijn geval ook geleid tot motorische storingen, een besluiteloos voortbewegen dat zich zelfs al openbaart bij een simpel blokje rond met de hond. De Bijenkorf verkoopt geen boeken meer van de schrijver Salman Rushdie. Wat vindt u daarvan? Was ik al bang voor dat u dat zou vragen? Vind ik niks van. Ik heb geen mening. Ik heb hem wel, maar ik durf hem niet te geven. Dus ik weet het niet. Nee, weet ik niet. Frits Bom zegt dat Marcel van Dam een drankprobleem heeft en zich onder doktersbehandeling moet stellen. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, dat kan mij die mannen dus schelen. Moeten zij het wel weten, ik allebei enge mannen. Nee, mag ik niet zeggen. Ik vind allebei mannen. Dus ik heb geen mening erover, ik weet het niet. Moet ik nou zeggen dat Frits Bom, Marcel van Dam, niet gaat kiezen tussen Frits Bom en Marcel van Dam? Wat moet ik gaan zeggen? Of Frits Bom of Marcel van Dam? Dat doe ik niet. Ik heb geen mening. Ik kan me niks schelen. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, hoor. En me niet meer vragen doet pijn. Niet meer vragen. Ik weet niet. Ik heb geen mening. Nou, ik ben van mening. Dat. Nee, natuurlijk niet. Okay. Misschien is onze ziekte ook een gevolg van de media. Dat media meteen iets zeggen en je eigenlijk dwingen om meteen een mening te hebben. Dat kunnen wij niet, dat kunnen wij niet. Bijvoorbeeld donderdag heb jij de krant daar. Nou, staat er in de krant. Ja. Verplichte aidstest. Nou, Algemeen Dagblad zegt ook verplicht aidstest. Dus dan denk je, nee, Trouw. Trouw zegt ook verplichte aidstest. Dan wil je meteen zeggen, nee, niet verplicht. Ik vind het niet goed. Nee. Dan heb je dus een mening. Je laat de Volkskrant zien. Laat de Volkskrant zien. Nou, daar staat dan in aidstest bepleit. En dan hoor je weer, ja, het gaat om een steekproef. Nou, daar valt dan over te praten nog. Nou, ja, hebben we ook geen mening over. Ik weet het dan niet meer. Nee. Ik weet het en zo dan gaat echt niet het meer. Hele dag en overal. En op kantoor en op feestjes en op etentjes. Tientallen keren je per dag. Je komt binnen en het is meteen, wat moet vind je ervan? Mening geven. Hebben we niet. Kan er iets aan gedaan worden, dokter Jas? Ja, omdat ik heb ontdekt dat meningitis, in tegenstelling tot wat altijd werd gedacht, niet zozeer psychisch dan wel fysiek van aard is. Kijk, meningsvorming vindt uiteraard in de hersens plaats, maar bij de meningitis-patiënt constateren we nu dat door een vorm van psychisch stotteren, zal ik het nu maar noemen, de opinie blijft haken achter het strottenhoofd. Wel nu, door dat strottenhoofd op enkele plaatsen te perforeren, zorg ik er eigenlijk voor dat die opinie weer vrijelijk geventileerd kan worden. Ja, en dat heeft u bij de beide meningitis-patiënten uit ons filmpje gedaan. Inderdaad, ik heb beide gevallen gistermorgen mogen helpen. En ik mag zeggen, het resultaat is in één woord verbijsterend, waarbij ik wel wil aantekenen dat we natuurlijk rekening moeten houden met een revalidatieperiode van minimaal 2 maanden, omdat zo kort na de ingreep de meningen nogal ongepolijst kunnen overkomen. Wat vindt u van Khomeini? Mag ik eerst? Ga je gang. Ik vind Khomeini een fantastische man. Hard in de leer, maar hij heeft tenminste een mening en daar komt hij niet van terug.
Ik vind Khomeini de grootste lul die ooit geleefd heeft. Ik vind het hele kabinet een enorme lul. Ik vind de VARA een lul. Ik vind de AVRO een nog grotere lul. Ik vind heel Amsterdam een lul. En ik vind jou ook een lul. Oh, jammer. Ik vind mezelf geen lul. En ik vind jou een schat van een man. Nou, ik vind jou een lul. Maar dat kon ik niet zeggen toen je nog ziek was. Maar ik vind je een enorme zak hooi. Een lul. En voor het overige meen ik dat Carthago verwoest moet worden. Khomeini kan er wat van, maar vlak Simonis ook niet uitkijkers. Nee, aartsbisschop Simonis heeft een brief geschreven aan alle Rooms-Katholieke priesters en diakens, waarin per 1 maart het dragen van de ouderwetse priesterboord weer verplicht wordt gesteld, ook in het dagelijks leven. We hebben geprobeerd om ons 20 minuten in die denk- en leefwereld te verplaatsen, maar we zijn blij dat ze om zijn en dat ze af mogen. Oh, ze mogen af. Ze mogen af. Ze los. Moet je helpen? Ja. Zal ik hem bij jou doen? Ja, ik heb hem. Kan je hem hier? Oeh, een strimmer, joh. Hè? Oeh, heerlijk. Je krijgt er iets krampachtigs van, iets stars en iets stijls. Dat komt, denk ik, omdat het strottenhoofd wordt samengeknepen, waardoor er nog maar 1 mening langs kan. Denk je niet dat de bedoeling is? Dat is het. En daar wil Simonis nou een halszaak van maken. Over fundamentalisme gesproken. Nou, kijkers, tot de volgende vrijzinnig protestantse cake. Heerlijk. Dus je moet een bestseller gewoon laten schrijven door een team redacteuren, zoals wij hebben. Allemaal schrijvers die niet aan de bak zijn gekomen. Dat ze A, te oud waren, B, drankprobleem. C, niet mediageniek genoeg, maar die kunnen wel schrijven. En dan maak je eerst dat boek. En daar kies je dan vervolgens een schrijver bij. Met een leuk kopie, een goede babbel bij Sonja. Hè? Leuk overkomt. En zo maak je een bestseller. Maar eerst het boek en dan de schrijver.